we zijn in Nederland natuurlijk best wel een klein landje eigenlijk. Dus samenwerken is ontzettend belangrijk. Wij als Kempenhagen zijn een hoog gespecialiseerd centrum in epilepsiezorg en in slaapgeneeskunde. En wat je ziet als je alleen maar als klein centrum daarmee bezig bent met die data, dat je natuurlijk een heel gefocust onderdeel bent. Het onderdeel is eigenlijk niet voldoende om een groot breed scala aan patiëntenzorg te kunnen afdekken. Dus je hebt samenwerking nodig op alle vlakken. En Nederland is te klein om in je uppie alles te doen. Het is als universiteit enorm belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheid nemen in de regio en dat wij dus zorgen voor een opslag, een veilige en betrouwbare data. Zodat wij een knooppunt zijn tussen de ziekenhuizen en de patiënt en dat wij mee zorgen voor goede, betrouwbare data. Het belang van de samenwerking is de patiënt, de gezondheidszorg, toegankelijk en betaalbaar maken. Het kan heel veel inzichten bieden in hoe patiënten beter geholpen kunnen worden. En het kan uiteindelijk de efficiëntie en de effectiviteit en de inclusiviteit van de gezondheidszorg verbeteren. Ja, dus wat ik al vertelde, voor ons is de onderzoeksdata die bij de ziekenhuizen ontstaat, dat die naar ons toe komt van belang. Dus daar hebben we een infrastructuur voor nodig. En die hebben we ook al op papier heel ver ontwikkeld. Dat heet de HDP, Health Data Portal. En die zijn we nu aan het bouwen samen met de TUW en Health Alive. Het belang van een nationale gezondheidsdata-infrastructuur is voor ons cruciaal als knooppunt Eindhoven. Wij ontsluiten ontzettend veel data en wij doen daar ook enorm veel kennis over op, met name op het gebied van signaaldata. En wij vinden het ook belangrijk dat wij die kennis kunnen delen met andere delen van het land. En tegelijkertijd zien wij ook dat er op nationaal niveau veel regels, afspraken worden gemaakt die wij natuurlijk ook weer goed kunnen implementeren.